Alain is in het Noord-Brabantse Zundert. Normaal drink ik en lust ik een lekker glas witte of rode wijn. Maar nu ga ik naar een tipplantage. En een tipplantage in Nederland. Ja, dat klopt. Er zit dezelfde inhoudstof in. Ja, ja. Ja. Het doet wat met de mens. Maar het is toch thee? Ja, thee. Maar er zit theïne in. Dus je wordt er opgewekt van. Dan word je niet stom. Nou, je raakt er wel aan verslaafd, maar jij wordt niet stoned. Ja, je ziet er nog goed uit. Ja. En maar we vertellen. Deze is één soort thee? Dit is één soort plant, Camellia sinensis. Dan kun je 300 smaken van maken. 300 smaken uit één ras? Ja, uit deze plant. Waanzinnig. En van deze ras gebruik je alles? Nee, je moet het jonge schotje hebben. Waarom? Daar zitten de inhoudstoffen in en daar zitten de mooie smaken in. Kan ik zo opeten? Ja, het schotje kun je eten. Deze heeft nog iets meer smaak. Ja, het is best sterk, hè? Dit is best sterk, ja. Thee, je denkt altijd Azië. Je denkt ook altijd in dit soort landen. Dat thee, de thee groeit daar, dat weten we dat. Nederland. Ja, dat kan. Ik zie het, kan. Ja. Hoe kom jij op die idee? Ja, dat is 10 jaar geleden geweest. Toen zat ik in China. Ik was al fervent thee drinken. En daar kom ik met de theeceremonie in aanraking. Dus ik denk, thee, daar moet ik wel mee doen. Dus ik wou in Nederland een theepand kopen. Ik denk, daar ga ik zelf wat mee maken. Alleen in heel Europa kon ik geen theepand kopen. En toen hebben wij gezocht in China, in Japan, in Canada, in Amerika. En met die planten zijn wij gaan kruisen en testen. En daar zijn planten uitgekomen. En daar zijn wij mee. Dat is ons begin geweest. Ja. En dan is het net gebeurd. Ja, hier staan er nu 300.000. Dit is fantastisch, hè? Kun je nog meer zien? Ja, kom mee. Hier, het is 2 weken geleden gesnoeid. Hier zitten volop. Oh ja, zie volop. Botermanse schotjes. Oh, zie kleine bladen. Die gaan we oogsten. Die moeten we hebben. Je breekt ze. Met je nagel, net onder two leaves en een bud. En waarom met de nagels? Omdat de nagel, dan voel jij dat die botermans is, dat die zacht is. Ja, deze is heel zacht. Is het goed? Ja, deze is perfect. Oké, ik kan het. Ik voel wel dat het een beetje sterk is. Hè? Je ziet wel een kracht hier. Kijk. Het is best hard, hè? Ja. Het is een boom. Is een boom. Is een boom? Ja. Geen plant. Wordt 20 meter hoog als je hem niet snoeit. Is serieus? Is serieus. Dat wist ik echt niet. 20 meter hoog. Dus als ik dat meeneem, laat ik je ergens bij mij thuis. Boef. Ja. In China staan er bomen van 20 meter hoog. Zo is de oorsprong ook begonnen. Hoe is het begonnen dan? Keizer Cheng heeft 5000 jaar geleden zat warm water te drinken onder een theeboom. Toen er nog geen thee was. En toen zijn er bladeren in zijn thee gevallen. Nee, zo? Dat is te romantiek. Dat is de oorsprong van thee. Ik wil graag even thee maken. Hoe maken we dan? Nou, we hebben die botermalse schotjes hebben we nodig. Ja? En die gaan wij verwerken in een pan. We gaan een mooie groene thee maken. En dat gaan we voor in de keuken doen. Even thee, ik heb dorst. Culinair expert Alain Caron is in Zundert op een theeplantage. Hij gaat straks iets lekkers koken en daarom krijgt hij les in thee zetten van theesommelier Anne. Ik ben benieuwd hoor. Het is zo. Hey Anne. Hey, Johan. Ik heb hier wat verse schotjes. Alain, jij wil weten hoe je thee moet maken? Ja, heel graag. Dan moet je bij Anne zijn. Die weet dat heel goed. Aangenaam. Anne. Oké. Okay. Welkom. Hier, geef maar jou. Theesommelier, laat eens zien hoe het werkt. Nou, dan gaan we gelijk beginnen. Kieper ze erin. Gewoon omkieper die deus. Zo? Allemaal tegelijk. Is dat niet te veel? Dat is niet te veel. En wat doe je nu? Ze moeten in beweging blijven, Alain. Ja? Ze mogen niet verbranden, hè? Ze mogen niet bruin worden, want we willen groene thee. Maar waarom doen we dat nu? Om het oxidatieproces te stoppen. Ja? Wel een beetje doordraaien, hè? Het ruikt een beetje naar haricot vert. Vind je niet? Ja. Groene spersieboom. Ja. Ja.
Op dit moment wel, inderdaad. Ja, ongelooflijk. En de geur die verandert steeds, hè? Dus je moet blijven ruiken. Nou, Anne, ik heb wel warm, hoor. Heb jij het warm? Och, ja, toch. Ja, het is natuurlijk wel erg warm hier, hè, bij die pan. De blaadjes moeten drogen. Weet je wat mooi is, Anne? Nee. Is dat in het begin was geen geluid. En klopt. Nu? Ja. Dit is heel mooi. Is prima. Dus met deze kunnen we thee maken? Ja. Oh, nou wil dat ik kan. Nu zien. Dus... Ja, doe het maar in. Gewoon zo. Ja, gewoon hier in deze filter. Helemaal goed. Is het genoeg? Prima. Water van 70 graden. Is dat heel belangrijk? Heel veel mensen vinden groene thee bitter. Dat komt omdat het water te heet is. En nu, hoe lang? Hoe lang? 2 minuten. Klaar. Ja, klaar. 2 minuten om. Wil je nog even proeven, denk ik, ja, hè? Ja, ja, ja. Het is onze thee nu, hè? Onze? Nou, hij is ook wel helemaal van jou nu, hoor. Vind je dat? Ja, jij hebt hem gemaakt. Dus het is jouw thee vandaag. Ik ga koken. En straks ga je proef. Oh, lekker. Met Johan. Succes. Dank je wel. Op de theeplantage in Zundert gaat Alain met Johan een gerecht maken met de thee die hij net heeft gezet. Wat heb je hier? Dit is de thee die we net gezet hebben. En daar zit een saus overheen, ponzu. Oké, ponzu. Basis is een sojasaus. Die is echt verrukkelijk. Die moet je eigenlijk proeven. Mm. Wow, dit is mooi. Dit is restjes eigenlijk. Dit is de restjes. Eerst heb je lekkere thee. En daarna heb je ook nog een mooi delicaat product. Johan, wat ik ga maken is een tongfilet. Moet je kijken hoe mooi het is. Dit is echt, dat zijn echt van die yuku, hè? Ja. Prachtig vis. Ik dacht, ik ga die marineren en rauw geven. Nee, ik ga die pocheren in de thee. Hop. Dat lijkt me heel erg mooi. Dus we gaan gebruiken voor deze recept een beetje puree van artichok. Frisé sla. Pastinaak met bloemkoolcreme. Hier, dit is een crème van de groen van de prei. Oh. We gaan deze licht bakken met de brunoise van de selderij. Wat jij kan doen voor mij, is deze zo snijden. En nog een keer. Ja? Ja. Ik ga verder met die met de rest. Beetje mooie olie. En we gaan alles bakken. Johan, dat is mooi. Is dat van jou? Nee, die zijn van Anne. Nou. Die gaan we gebruiken. Oké. Okay. Gaan we laten fruit, hè? Het is wel heel rustig in je tuin, hè? Ja. Je hoort bijna die blaad groeien. De thee hoor je groeien, ja. Oké, deze erbij, de ui, langzaam. Ja. We koken samen, hè? Allemaal? Ja. Deze zijn 6 van de citroen, 4 à 5 keer geblancheerd. 2. Wat mooi, kijk hoe mooi het is. Doe iets meer. Om nog meer smaak te geven. Afblus met de thee. Niet vellen. Kijk. Oh. We zijn in Azië nu, hè? We zijn echt in Azië, hè? Oh, oh. Dus nu, de water is verdampt. Klein beetje artichokkenpuree. En die artichokkenpuree, een klein beetje erbij. En die pastinaak, ja? Tak. Tak. En het tempo. Zo, dit is echt niet normaal. Ja, dat is lekker. Dat laten we hier. Nu, moment supreme. Zo. Pocheer doe je nooit in kokende water. Een beetje bubbelwater. Dus we gaan heel rustig erin doen. Langzaam.
bijna klaar. Mooi, hè? Ziet er al mooi uit. Zie je, het duurt best. Het is niet zo lang, hè? Het is heel kort. Ja, goed. Hey Anne. Dag Alain. Eerst gaan we de vis even zo snijden. Zo, kijk. Oh, mooi. Ja. Dan doen we zo. En de vinaigrette. Kijk, wat ik heb gemaakt voor jullie is een gepocheerde tongfilet in Camilla thee. Met een Camilla vinaigrette met een crème van groene van de prei. Ik zal het zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd. Het is jullie product. Zal zeker lukken. Hmm. Ik ben blij. Maar ik vind jullie thee serieus echt heel bijzonder. Dankjewel. Ik word hier blij van. Ik ook. Oké, nou. Santé. 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 Ja, mooi, hè? Heel mooi.